Surinamers naar willekeur het betreden van Nederlands grondgebied ontzegt. Rutte, het gezamenlijk motto moet wat hem betreft zijn, Makandra. En Albert Ramdien, Guyana en Netflix halen Suriname door het slijk. Goeiedag, dit is Regenieuws TV Suriname van 14 september 2022. Het nieuws voor 1 miljoen Surinamers. Het komt steeds vaker voor dat aan Surinamers naar willekeur het betreden van Nederlands grondgebied wordt ontzegd, zonder dat daarvoor grondige redenen worden opgegeven. Dat zei parlementsvoorzitter Marinus B. in zijn toespraak tijdens de buitengewone openbare vergadering voor de Nederlandse minister-president in de Nationale Assemblée. Voorzitter B. maakte premier Mark Rutte duidelijk dat wat hem betreft de strijd om gelijkheid nog niet gestreden is. Voor Surinamers worden allerlei drempels opgeworpen wanneer ze naar Europa willen reizen. Het parlement ontkomt daardoor niet aan de indruk dat in de toescheidingsovereenkomst gehanteerde criteria van geenerlei toegevoegde waarde zijn, dat zei B. Voor de inwoners van een gewezen lucratief overzees grondgebied zouden op zijn minst enigszins verzachtende standaarden moeten worden gelden om het gewezen moederland te mogen betreden. Aldus de parlementsvoorzitter. De vergadering werd geboycott door de fracties van de NDP en de BEP. Parlementsvoorzitter Edward Belfort verliet boos het parlement. Hij mocht met zijn auto de ingestelde veiligheidszone niet in. Geen mens, geen land, geen volk en geen continent is onafhankelijk. De kern van het leven is je ervan bewust te zijn dat je anderen nodig hebt. Met deze woorden van de laatste gouverneur en de eerste president van Suriname, Johan Ferrier, benadrukte de Nederlandse minister-president Mark Rutte het belang van de samenwerking tussen Suriname en Nederland. De relatie tussen Suriname en Nederland is veel te lang verstoord geweest, zei Rutte. Het gezamenlijke motto moet wat hem betreft zijn Makandra, met elkaar samenwerken, bijvoorbeeld in de Verenigde Naties. Rutte hoopt dat de twee landen 50 jaar schreefidentie zullen vieren als vrienden en partners. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken pikt het niet dat de naam van Suriname door het slijk wordt gehaald. De Guyanese bijvoorbeeld schilderen Suriname af als een onbetrouwbare partner. Er zouden visvergunningen zijn beloofd die onder meer president Santokki en na tegenstand van de sector weigert Suriname zich aan de deal te houden, beweert Georgetown. Ramdien zal over deze kwestie een stevige diplomatieke nota naar de Westerburen sturen. En ook Netflix mag bezoek verwachten van de advocaat van zijn ministerie. De streaming service liet onlangs de serie Narco Saints in première gaan, waarin Suriname wordt afgeschilderd als een drugsland. De minister snapt niet hoe de producenten van de serie erbij komen dat er in Suriname een bloeiende drugshandel zou zijn. Hij zal dan ook niet accepteren dat het imago van het land door kwaadwilligen wordt beschadigd. Tot zover Regionieuws TV Suriname. Wilt u dagelijks op de hoogte blijven? Download onze app regionieuws.tv. En heeft u nieuws te melden? Stuur uw berichten naar onze redactie. Dat is suriname@regionieuws.tv. En kijkt u via YouTube? Vergeet u dan niet u te abonneren. Dank voor uw aandacht en blijf vooral gezond.